In de raadzaal van Meren werden de eerste De Baselprijzen uitgereikt. Deze prijzen zijn bedoeld als bijdrage aan de kwaliteit en leefbaarheid van buurten en wijken in de gemeente. Het programma van de avond begon met een presentatie over de naamgever van de prijs, de architect KPC De Basel. De Basel was een veelzijdig ontwerper. Behalve gebouwen ontwierp hij ook meubels, glazen gebruiksvoorwerpen, tuinen en hele woonwijken zoals bijvoorbeeld de Godelindebuurt in Bussum. Twee leden van de vakjury lieten nog een keer alle negen genomineerden de revue passeren. Het Benstorpcomplex, een geslaagde combinatie van modern wonen en werken met behoud van karakteristieke kenmerken van het oorspronkelijke fabriekspand. Herenstraat-Meentweg, hier werd achter een klassiek pand een modern en strak vormgegeven appartementencomplexje gerealiseerd. Het pand Graaf Wichmanlaan, waar uitbouw en tuin een geslaagde vernieuwing hebben opgeleverd. De vernieuwing van de brug in de oud inclusief de nieuwe fietsbruggen. Deze oude boogbrug en de huisjes ernaast zijn overigens ook ontworpen door de Basel. Het nieuwe schoolgebouw van Juverta in Nade, bij de meeste mensen nog bekend onder de naam Welland College. Hart van Nade, het nieuwbouwproject op de plek van het voormalig stadskantoor. Het vestinghotel in Naden-Vesting werd genoemd als een geslaagd voorbeeld van het transformeren van een kantoorgebouw van de voormalige gemeente Naden tot een gezellig en functioneel hotel. Het stedenbouwkundig plan van de krijgsman, waar gestreefd wordt naar een zeer gevarieerd woningaanbod. En de negende genomineerde was de tinfabriek in Naden: de transformatie van een gesloten fabriekspand naar een open showroom van een autodealer, gecombineerd met flexwerkplekken. Aan wethouder Geertjan Hendricks, zelf zoon van een architect, de taak en de eer om de prijs van de vakjury uit te reiken. Allereerst werden de twee eervolle vermeldingen bekendgemaakt: dat waren de Benstorp en de Grafigmandaan. Doordat degene die de PowerPoint bediende iets te enthousiast op de knoppen drukte, was de winnaar van de vakprijs iets te snel verklapt. Dat was de tinfabriek. Het publiek had ook een stem mogen uitbrengen en van die mogelijkheid hadden 837 mensen gebruik gemaakt. De meeste stemmen van het publiek gingen naar de Benstorp. De medewerkers van Lefs Architectenbureau, verantwoordelijk voor de transformatie van het complex, waren niet in Bussum aanwezig, ze brachten een werkbezoek aan Berlijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig mogelijkheden toch even contact te hebben.